Ik ben Rob Hoekstra van de CDA. We moeten de woningnood oplossen door te bouwen in de natuur of rondom steden. Wat mij betreft, vooral rondom steden. Vluchtelingen opvangen moet verplicht worden, of gemeenten hebben een vrije keuze om vluchtelingen op te vangen. Nee, dat is echt in de eerste plaats aan gemeenten zelf. Veiligheid verbeter je door meer blauw op straat of meer voorlichting op scholen. Er is echt een enorm probleem op het gebied van veiligheid. En hier moeten we het gewoon allebei doen. Wie moet beslissen over waar windmolens mogen staan? De gemeente of het Rijk? Ja, wij zijn een partij die echt vindt dat dat aan de basis besloten moet worden. Dus gemeenten hebben daar een beslissende stemming. Een lokaal referendum is een goed idee of een slecht idee? Nou, wij hebben dat lokale referendum volgende week en dat noemen we verkiezingen. Op vakantie slaap ik het liefst in een hotel of in een tent op de camping. Nou, heel eerlijk, ik slaap het liefst in een huisje. Het liefst wil ik de verkiezingen winnen of dat Nederland het WK voetbal wint. Nou eigenlijk zou ik volgende week de verkiezingen willen winnen en dan daarna met elkaar het WK